en hebben nog 600 meter af te leggen in de Erwin Nobelprijs. De paarden komen zo dadelijk in de finale fase. Maar we zien een rechte lijn op Duindicht is lang en er kan nog van alles gebeuren. Maar vooralsnog is het Golden Avenue die de touwtjes stevig in handen heeft. Golden Avenue leidt met anderhalve lengte voorsprong op Bizar Zandbergen. Zo gaan we dan de laatste 350 meter in. Monaco Royal Event ligt aan de buitenzijde. Koos Wagerman die kan op dit moment niet echt doorzetten. En daarachter zien we aan de buitenzijde Secret Honey naar voren komen. We komen dan nu de laatste 200 meter in. En het is Monaco Royal Event aangepakt door Bizar Zandbergen. Helemaal aan de buitenzijde komt Brazil Elegance met heel veel machtsvertoon naar voren. En Brazil Elegance die gaat er niet op volgens mij. Want ik denk dat Golden Avenue stand houdt ten koste van Brazil Elegance en Bizar Zandbergen. Nou, het is bijzonder nipt. De rechter heeft het laatste woord. Dames en heren, de film is bekeken. Het is een dead heat tussen de nummer 2 Golden Avenue en de 6 Brazil Elegance voor de eerste plaats. Ja, dat is altijd natuurlijk een finishfotoapparatuur. En als dan ook de finishapparatuur geen verschil kan uitwijzen, dan is er sprake van een dead heat. Oftewel twee winnaars, Golden Avenue en Dennis Minima, als mede paard nummer 6 Brazil Elegance met Ruud Pols. Golden Avenue, een vijfjarige bruiner en alien donor uit Volpix Himia. Dennis Minima, de fokker, de eigenaar. Bas Krebas, de trainer. Dennis, de rijder. En Brazil Elegance is een tienjarige bruiner en Love You uit Ushi Elegance. Speed and Elegance, ASBL, is de fokker. Peter Wisker, de eigenaar. Hij is ook de trainer en werd geweldig gereden door Ruud Pols. We gaan over tot het huldigen van de beide winnaars. En Ruud heeft geen handen meer vrij. De kleinzoon erbij en de bloemen gaan naar Ruud, zijn vrouw. Felicitatie voor Peter Wisker. Ja, Ruud, eerst jij. Wat een mooie sprintman. Ja, maar ja, daar staat hij onbekend. Op gras tenminste. Hij liep vrijdag natuurlijk al een hele goede koers. Toen komt hij nek en nek met de 1, 2 en 3 binnen. Ik bedoel, ja, hij liep voor het leven treffelijk. Ja, had je hem wel vaker gereden? Ja. Bij Jantje nog misschien? Ja, ook, maar hier dan niet bij meer. Bij Jan was ook. Ook hier op de grasbaan. Lekker paard. Heerlijk bezig. Kijk je terug op de derby, Ruud? Ik ben er ziek van. Want je had er meer in gezeten? Nou, ik krijg daar natuurlijk, verlies ik 20 meter en ik verlies mijn hele positie. En ik klap er bovenop en ja, dan zie je hoe die dan naar binnen komt. Ik denk dat ik heel ver gekomen had, maar ja, dat mag niet zo wezen. Balen. Ja, maar ja, Ruud, als ik jou zo zie, met jouw vitaliteit komen nog kansen genoeg. We gaan even naar Dennis Minima. Ja, Dennis, altijd bijzonder een dead heat. Had je dat al eens meegemaakt? Nee, volgens mij nog niet. De eerste keer, je dacht dat je hem had? Ja, ik dacht ik had. En Ruud zei ook, ik kon het niet zien. Nee, dan wel erbij maar even. Hou maar. Het is niet de allermakkelijkste Golden Avenue. En we gaan met twee paarden voorrijden, dames en heren. Groot applaus voor de winnaars van de Erwin Nobelprijs. Golden Avenue, Brazil Elegance. Paarden maken de volte. Stand by. En de start is gevallen. We zijn gestart over het gras. En we zien dat Golden Avenue probeert de leiding te nemen. Maar Bizar Zandbergen gaat in korte baanspeed het front opzoeken. Maar Golden Avenue houdt stand. Golden Avenue heeft de leiding genomen. Van Thor parkeert in op de rug van Dennis Minima. Daarachter volgt in derde positie Diamond Twix. Vierde Koos Wagerman aan de buitenzijde van Brazil Elegance. En zo gaan we dan de laatste ronde in. Daarachter VIP Speed met verderweg Monaco Royal Event. En de rij wordt gesloten door Secret Honey. Paarden gaan de bocht in. En bij het indraaien van de bocht leidt Golden Avenue met anderhalve lengte voorsprong. Uitgeschakeld nummer 8. Galop 8 uitgeschakeld. VIP Speed maakt galopade en wordt uitgeschakeld. En zo gaan we af op de overzijde van de baan. Met nog altijd Golden Avenue. Twee lengte voorsprong nu. Bizar Zandberg op de tweede plaats. Diamond Twix ligt nu derde. In vierde positie is het aan de binnenzijde dan Brazil Elegance. Aan de buitenzijde Koos Wagerman. Daarachter volgt op een lengte Secret Honey. En die wordt dan gevolgd door Monaco Royal Event. En aan de start van het veld de Golden Avenue gaat toch op kop en voert hier het veld aan. Het laantje van Jochems passeren. En de laatste. Golden Avenue, de leider. Bizar, de tweede plaats. Daarachter zien we dan aan de buitenzijde Wagerman. Aan de binnenzijde volgt Diamond Twix. En helemaal aan de binnenzijde
is het Monaco Royal Event die terreinwinst heeft geboekt en toch wel in de frontrank nu ligt en mogelijk op jacht gaat naar de leidende stalgenoten als de paarden de laatste bocht ingaan. Is het Golden Avenue die nog altijd leidt? Golden Avenue heeft een lengtevoorsprong, Bizar Zandbergen aan de buitenzijde Monaco Royal Event. Daarachter is het Koos Wageman aan de buitenkant van Diamond Twix, gevolgd dan door Brazil Elegance. En zo zijn we dan op weg naar de laatste rechte lijn en hebben nog 600 meter af te leggen in de Erwin Nobelprijs. De paarden komen zo dadelijk in de finale fase. Maar we zien een rechte lijn op Duindicht is lang en er kan nog van alles gebeuren. Maar vooralsnog is het Golden Avenue die de touwtjes stevig in handen heeft. Golden Avenue leidt met anderhalve lengte voorsprong op Bizar Zandbergen. Zo gaan we dan de laatste 350 meter in. Monaco Royal Event ligt aan de buitenzijde. Koos Wageman die kan op dit moment niet echt doorzetten. En daarachter zien we aan de buitenzijde Secret Honey naar voren komen. We komen dan nu de laatste 200 meter in. En het is Monaco Royal Event aangepakt door Bizar Zandbergen. Helemaal aan de buitenzijde komt Brazil Elegance met heel veel machtsvertoon naar voren. En Brazil Elegance die gaat er niet op volgens mij. Want ik denk dat Golden Avenue stand houdt ten koste van Brazil Elegance en Bizar Zandbergen.